Welkom bij Studio Team NL. Ja, het is de dagelijkse talkshow vanuit het Holland Heinekenhuis. Een beetje gekke, mooie dag, tegelijkertijd ook een treurig dag. Een dag waar we een beetje nog aan gisteren denken. En dat heeft alles met de mannen rechts van mij te maken. Reine Numerdoor en Christian Varenos, die zijn gisteren uitgeschakeld. Kwartfinale, helaas. Reine gaat ook straks echt meteen ook naar huis. De koffer... Chris ook. Ja? Chris ook, begreep ik net. Oh, je gaat ook naar huis? Ja, ik ga ook vanavond vliegen. Ze gaan allebei naar huis. Maar goed, de koffers staan klaar. Ik zie het staan daar. En aan Anne-Greet Haas natuurlijk met laatste nieuws. En aan mijn linkerhand Bob van Oosterhout en IOC-lid Camille Eurlings. We hebben net enorm genoten van wat we allemaal gezien hebben hier in Brazilië. Dat gaat heel erg de goede kant op met Nederland. Daar gaan we het ook over hebben. Maar eerst, Anne-Greet, praat ons even bij. Ja, nou ja, we hebben hier net met z'n allen staan gillen en springen en doen. Gillen? Ja. Ja, ik heb jou echt willen gillen hoor. Oh. Vanwege Ferry Weertman, want die pakte dus goud. Echt een sensationele sprint. Super spannend. Het duurde vrij lang voordat de fotofinish officieel verklaarde dat hij goud won. Wij zagen het al vrij snel dat hij als eerste op de plank sloeg. Ik snapte überhaupt niet dat het een fotofinish moest zijn, want het was gewoon in beeld 10 seconden heel goed tussen. Te zien. Ja, ja, toch? Het was echt dit. Het was vrij duidelijk, ja. Maar prachtig. Het is de 7e gouden medaille. We stijgen opeens naar nummer 9 in het medailleklassement. Dus het hele sentiment draait na gisteren natuurlijk ook al, maar het draait nu echt helemaal om natuurlijk. Dat we zitten in de golden flow. Verder de handbaldames net, naar de halve finale tegen Brazilië. Ook een hele mooie uitslag. Edis Lichtlee gaat ook maar door, heeft zich net geplaatst voor de halve finale op de sprint. Ja, volleyballers zijn op dit moment bezig, maar het is zeppen geblazen. Er staat 2-1 in de sets voor. Ja. 11-6 in de vierde. Ja. Hier. Nou. Oh, dat gaat goed. Dus dat is te gek, toch? Nou, en er moet er nog heel veel komen. Maar goed, dat straks nog meer. Gisteren, je loopt natuurlijk hier rond en je zegt al, je zoekt altijd naar verhalen, Olympische verhalen. En gisteren was wel een mooi Olympisch verhaal op het strand. Nou, ik was op weg naar deze mannen, naar hun kwartfinale. En ik fietste langs Ipanema richting Copacabana en ik zag opeens rechts een drukte van belang rondom een volleybalveldje. Dus ik liep er even op af om te kijken. Stond daar het volledige dreamteam, het basketbalteam van Amerika, te volleyballen. Wat blijkt, die zijn gaan kijken bij de dames eergisteren. Zijn helemaal verknocht geraakt aan de sport. En vervolgens de volgende dag gezegd van wij gaan Ipanema Beach op en wij gaan zelf een potje spelen. Dus ik heb maar gewoon gelijk mijn telefoon gepakt en eventjes een stukje om even te zien hoe dat eruit zag. Hier stonden de heren allemaal. Er staat voor wat dollars de volleyballen. Ja, echt. Ze kunnen misschien nog wel een lesje gebruiken van de heren hier, want het was een soort grappige combinatie van basketbal en volleybal door elkaar heen. Maar het was natuurlijk waanzinnig. Dus alles met één hand. Ja. Ze tikten die bal met één hand steeds. Ja. Nee, maar dat is toch prachtig dat je gewoon op weg bent naar zo'n wedstrijd en dan die mannen gewoon zo ziet staan. Ik vind dat moet jullie volleybal de hart toch goed doen, Rijn, of niet? Dit? Ja, dat is wel leuk. Ik heb het helemaal niet meegekregen, maar het is leuk om te zien, zeker. Ja. Nee, ik krijg sowieso niet mee, veel mee, toch? Als je hier zit. Nee, ik probeer ook wel zoveel mogelijk af te sluiten, hoor. Zeker de laatste, in de knock-out fase, dan probeer toch, tenminste ik zelf, wel zoveel mogelijk af te sluiten. Ja. Dan nog vandaag de andere Nederlanders die in actie komen, dat zijn er nogal wat. Ja, want het kan nog zoveel mooier worden vandaag. Marit natuurlijk moest gisteren eigenlijk de middle race doen. Was eerst geen wind, opeens was er een enorme storm, dus het werd afgelast. Dus vandaag hopelijk dan voor haar ook een gouden plak. Mag ik jullie gewetensvraag stellen daarover? Ja. Gisteren is het steeds uitgesteld, uiteindelijk afgesteld. Mocht het vandaag weer zo gaan, dan kan het zo zijn dat ze die gouden medaille krijgt. Teken je daarvoor of zeg je nee, laat maar gewoon lekker waaien en laat ze varen? Wat zou jij doen? Wat zou je willen? Ik zou willen varen, ja. Varen. Ik denk het ook. Ik denk dat zij hem gewoon op de koninklijke manier wil winnen en gaat winnen. Ik zou tekenen. Ja, jij zou tekenen. Tuurlijk, direct. Wat zou jij doen? Nou, ik zou hem willen varen en ik ken Marit een beetje, die wil hem varen. Dat denk ik ook. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja, ik zou denk ik ook tekenen. Maar natuurlijk ook wat te denken van Epke vandaag. Ja. Natuurlijk ook super spannend. De halve finale bij hockeyheren tegen België. Ja, ik kan finale zien van Hassan. Ja. Ik kan maar door blijven gaan. Het is hoogtepunt. Nou, wat wij bijna normaal vinden, en dat is de afgelopen week wel een paar keer besproken, is dat er überhaupt de Nederlandse sporters, dat geldt ook voor jullie trouwens, in een positie komen om teleurgesteld te zijn. Want je kan ook natuurlijk helemaal in die positie komen teleurgesteld, en daar kopen jullie helemaal niks voor hoor, ik bedoel dat gezegd hebben. Maar je komt in een positie dat wij als kijkers teleurgesteld kunnen zijn over uiteindelijk het resultaat. Want als jij al heel snel bent uitgeschakeld, ja, dan kom je niet eens aan die teleurstelling toe. Dan zeg je, nou ja, dat was het dan. Of zeg jij, ja, wat een onzin.
Ja, dat zeg ja, jij. Dat zegt hij. Dat zeg jij. Ja. Maar snap je wat ik zeg? Moeilijk. Ja, ik snap wel wat je zegt. Ja. Ja. Maar je voelt het niet op die manier? Nee, niet, nee zelf niet. Nee, nee. Maar ook niet als je naar de anderen kijkt? Ja, weet je, ja, snel uitgeschakeld zijn is. Dat is wel heel pijnlijk. Maar als je dus zover in het toernooi komt, dan. Ja, dan doet de nederlaag soms nog meer pijn. Dat is wel zo, terwijl je dichter bij je medaille bent. Het is een beetje, soms een beetje krom. En ja, voor de mensen thuis, ja, zoals, als je nou praat over onze sport, zoals gisteren Nederland tegen Nederland. Ja, dat is denk ik voor de kijker thuis niet eens leuk voor de Nederlandse kijker. Nee. Nee, dat was echt, jammer. Ik vond het jammer dat überhaupt kan op zo'n toernooi. Ja. Toch? Heb je nog meer, Annegreet? Ja. Nee, dat was het. Dankjewel, Annegreet Haars. We zitten meteen al in het gesprek, want ik denk dat we er... Ik weet niet of jij er was, Camille, gisteren bij het beachvolleybal. Jij was bij? Nee, ik was bij het hockey gisteravond. Maar Kijk. Ik heb het op televisie gezien. En nou goed, we hebben elkaar gezien bij de finale in Den Haag met het wereldkampioenschap. Toen lukte het net niet. Eigenlijk had het zomaar wel kunnen lukken daar. En toen zeiden we zien elkaar in Rio. En dan is het inderdaad ongelooflijk balen dat je tegen het andere Nederlandse team moet spelen. Dat is inderdaad voor ons niet leuk. Ik denk dat jullie er allebei waren doorgekomen als jullie tegen andere tegenstanders hadden gespeeld. En daar heb je nu niks aan. Jullie hebben het fantastisch gedaan. En ik vind wel wat Roberto zegt. Jullie hebben zo'n hoge track record gemaakt, dat ook heel veel van jullie wordt verwacht. Het is nog steeds fantastisch, echt fantastisch jullie gespeeld hebben, ook de wedstrijd daarvoor. En hoe zuur het nu ook zal voelen, toch iets om heel trots op te zijn. Ja, Christian denk je wel, ja, nou sorry hoor. Ja, toch? We hebben heel duidelijk een doel gesteld. En wat je net noemde, als je zo dicht bij de medaille zit, dan is het juist extra zuur. Ik denk als we er veel eerder uit waren schakeld, dat ik heel snel had kunnen zeggen van, nou het was gewoon niet goed genoeg. Nou, over 4 jaar weer een kans. Maar nu ruik je eraan en dan denk je, shit, 1 of 2 punten meer en dan speel je met de medailles. En dan, een medaille blijft altijd bij. En ook dat is niet eens waar, want vorig jaar in de WK-finale hadden we de zilveren medaille. En dan zeg je 1 of 2 punten en je wordt wereldkampioen. Ja, dus in die zin, hoe verder je komt, hoe groter de teleurstellingen zijn. Maar ook hoe groter de feestvreugde is als je wat wint. En als je kijkt naar gisteren, is dat dan inderdaad wat je zegt, 1, 2 punten? Of is het een breder beeld wat jullie met elkaar besproken hebben van, ja oké, zij waren beter? In ieder geval gisteren. Over de gehele wedstrijd waren ze echt wel beter, vond ik. Maar het is wel zo dat wij hadden even het momentum. We kwamen 3 punten, pakten we op rij. We kwamen voor het eerst voor in de eerste set. Ja, en we krijgen echt 1 swing of 2 kansen om die set te pakken. En daar gaat het dan om. Hè. Dus als je die pakt, dan weet je natuurlijk niet hoe de wedstrijd verder verloopt. Dat is niet gezegd dat we dan zouden winnen, maar dan zit je in een hele andere mood en tegenstander zit in een andere mood en dan kan zo'n wedstrijd heel anders lopen. Reiner, maar is het dan een voor- of een nadeel dat je elkaar zo ontzettend goed kent? Het is een... Eigenlijk van beide, denk ik. Dus je weet allebei goed wat je moet spelen en je weet ook van de ander wat zij op jou spelen. Dus je probeert alweer te anticiperen op wat je verwacht dat er gaat komen. Eigenlijk is hij denkt dat ik denk dat zij denkt dat... Het gevaar is dat je meer in een denkstand komt. Ja. Omdat je elkaar zo goed kent van, nou, wat zou ik eens met de eerste bal gaan doen? Want je traint elke dag met elkaar. Ja. Normaal denk je daar niet over na en dan denk je, nou, ze zullen me nou de eerste bal wel die kant dichtzetten. Ik zeg maar wat. Ja. Zo ga je al voor de wedstrijd meer denken dan met een andere tegenstander. Ja. Maar sowieso ook voor de wedstrijd dacht ik te zien dat het anders was dan bij de wedstrijden daarvoor. Bij het inslaan zag ik dat jullie ook al contact met elkaar hadden. Jullie hadden ook wel. Dus dat lijkt me ook al gek. Dat je niet die. Je hebt natuurlijk helemaal geen vijandschap, om even zo te zeggen, als dat bestaat in tegenopzicht van je anderen. Ja, we zaten 's middags gewoon in hetzelfde appartement. Vlak voor de wedstrijd. En, dat is natuurlijk bizar eigenlijk. Maar, het is niet nieuw voor ons. Nee. Ik denk dat we dit jaar 3 of 4 keer tegen elkaar gespeeld hebben. Op het EK nog stonden we eigenlijk een warming-up spelletje te doen met de coaches en fysio en Alex en Robert ook. En tot dan kan dat. En dan als de wedstrijd begint, dan is dat echt wel knop om. Een vijandschap, dan, het is niet dat je ze hersens in wilt gaan, maar als we daarmee gewonnen hadden, misschien ook wel. Wat ik heel mooi vond, weet je, en dat zijn allemaal dingen en ik realiseer me, ik vind het goed dat jullie hier de volgende dag zitten, maar toch wil ik het gezegd hebben. Zij zeiden meteen na de wedstrijd, met name op jou gericht. 5 Olympische Spelen, grondlegger eigenlijk van beachvolleybal in Nederland. Daar zijn we voor eeuwig dankbaar voor. Wat je begonnen bent met Richard Schuil eigenlijk. Is dat jouw, het is een moeilijk woord wat vaak gebruikt wordt, maar eigenlijk je nalatenschap, je legacy. Ben je daar dan trots op? Of is dat veel te vers om het daar überhaupt over te hebben? Nou, ik ben sowieso trots op mijn carrière hoor.
Laten we dat voorop stellen. Het is een gemis, de Olympische medaille, maar ja, je blijft, ik heb ook de neiging om dan stil te blijven staan bij met name wat dan net niet gelukt is, ja. WK-finale, maar ik denk, ik besef ook wel van wat ik wel heb gepresteerd en hoe lang ik heb het vol mogen houden. En het waren mooie woorden van de jongens, ik heb ze ook gelezen. En, ik zou niet zeggen dat wij de grondlegger zijn van de beachvolleybal, dat gaat me te ver, maar wij, Richard en ik, hebben wel als eerste team, denk ik, echt aansprekende resultaten gehaald. En dat is natuurlijk een, iets waar die jonge jongens natuurlijk wel mede van geprofiteerd hebben, want je wil daar tegenop en je wil altijd daar weer overheen. Dus in die zin denk ik wel dat het geholpen heeft, absoluut. Maar, nou, en ook de trainingen afgelopen jaar. Wij zijn gigantisch tegen elkaar opgeclashed op trainen en weet je wel, we hebben elkaar tot grote hoogtes gedreven. En dit is het resultaat. Ik denk toch aan ook voor jou, Christian. We hebben gewoon al in 2000 met Olympische Spelen, twee keer nog in de zaal, drie keer beach uiteindelijk. Maar jij zou ook naar dat duo toen gekeken hebben voordat je samen met hem een duo vormde. Ik keek al naar Reiner toen hij nog indoor speelde en ik eigenlijk nog niet eens volleybalde. Dus zo oud is hij al. Nee, ja, zo lang volleybalt hij al. En zeker van zoveel waarde is hij geweest. Eerst al voor het indoor, daarna voor het beach. En wat Reiner zelf zegt, met Richard heeft hij een aantal resultaten neergezet. Ik denk dat de beachvolleybal van daaruit ook in Nederland echt gegroeid is. Daar hebben wij profijt van gehad, wij jonge jongens. Daarom is BTN ontstaan, Beach Team Nederland. Er is een heel platform ontstaan waarbij wij echt de mogelijkheden hebben om met heel veel specialisten te werken en dit niveau te bereiken. Reiner zelf heeft er ook natuurlijk de vruchten van geplukt. Helaas nog geen Olympische medaille, maar dat zat er wel in. Hoe ziet de toekomst voor jullie beiden eruit? Voor jou lijkt het me wat makkelijker te beantwoorden omdat je nog zo godvergeten jong bent. Dus ja, Tokio liefst, dus denk ik ja, zou je willen? Ja, bij deze een oproep aan iedereen met een Nederlands paspoort om een trial te komen doen. Nee, maar ja, ik ga sowieso door. Ik nu eerst al 2-3 maanden wat anders. Andere sporten, in ieder geval geen beachvolleybal meer. En daarna zal ik zeker terugkomen en dan ga ik kijken hoe... Hoe doe je andere sporten? Wat ga je doen? Ik ga tennisles, was ik van plan. Ik zal zeker blijven bewegen, anders dan roest ik echt vast en dan... Maar nieuw tennisles of tennisjaal? Nou, ik heb vroeger gedaan, maar ik vind het leuk. Dus ik ben van plan weer dat op te pakken. Oké. Okay. Heb je wel zien tennissen? Kan niet echt een beetje? Nee, ik heb nog nooit zien tennis eigenlijk. Een beetje Del Potro-achtig, hoop ik. Oké. Okay. Ja. En jij dan? Ja. Je weet het nog niet, zegt gisteren. Nee, dat weet ik ook niet. Nou, de kans dat ik stop is al heel erg groot. Ik ga eerst even lekker thuis genieten. Naar de twee van vrouwen. Van mijn jonge gezin en ja, echt even alles om me af laten komen, laten bezinken ook en nou ja, Manon die heeft misschien ambitie om toch nog weer te gaan volleyballen. Zeker nu? Ja, dus even welke Manon Vlier, volleybalster. Ja, sorry. Ik weet niet of ze nog een nationaal team gaat doen, maar ze wil misschien nog wel bij een club gaan volleyballen en dan zouden we nog met z'n drieën naar buitenland kunnen. 1 of 2 jaar, dat zou kunnen dat we dat gaan doen. En is coaching iets voor jou? Nou, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Ik zou graag wel iets met talenten begeleiden. Dat lijkt me wel echt heel leuk. Ik ga wel in gesprek ook met de volleybalbond. Ja, maar even afwachten wat er eventueel nog op mijn pad komt. En zal dat vooral beachgericht zijn of ook zaal? Hangt een beetje af van de functie die ik dan zal krijgen. Maar Papendal is iets dichterbij. Bij Zwolle. Als ik iets met beachvolleybal zou willen doen, dan moet ik, ja, dan ligt het centrum in Den Haag. Dat is een beetje ver weg. Maar ik kan altijd nog weer verhuizen. Ik zie wel. Ik wil het omdraaien rijden, ja. Want je bent met zo'n... Ik zeg van, ik heb nog niet besloten om. Wat zou het kunnen veranderen waardoor je wel doorgaat? Nou. Mega sponsor misschien. Kijk je naar mij? Ja, want het is een gevecht. Nou ja, sponsoring is wel moeilijk, ja, om een goede sponsor te vinden. We zijn heel gelukkig met de sponsor die we dit jaar hebben. Maar dat was echt in het Olympische jaar kwamen de bedrijven vaak en die waren geïnteresseerd voor 1 jaar. Maar voor 4 jaar plan is altijd heel moeilijk. Maar daar buiten mijn hoofd moet willen. En mijn hoofd die heeft op dit moment zin in andere dingen. En lichamelijk zou het nog wel kunnen, ik ben echt nog wel heel fit, maar
ja, de geest moet ook willen. Ik wil jullie beiden bedanken. Jou zie ik ongetwijfeld, hoop ik, ergens in Tokio. Ik hoop het ook zeker. En wellicht jou ook. Het zou kunnen dat je een nieuwe combinatie vormt met een Rijn en Nummerdoor als coach. Zomaar suggestie. Dat kan. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou je zo kunnen. Je doet alsof ik gek ben, maar dat kan toch? Nou, ik weet niet of dat gaat werken, dat ik van Chris gecoacht zou worden. Maar een coach op zich zou ik wel zou ik eventueel kunnen worden. Dankjewel, dankjewel jongens. Prettige vlucht straks naar Nederland. Dankjewel. Ja, dankjewel. Elke dag hebben we hier ook de observaties van Bob. De zogenaamde Bob-observaties. Dingen die je opvallen. Dat zijn dit keer de gekke, de opmerkelijke, die bizarre verhalen rond de Olympische Spelen. Ja, we zitten in een positieve flow, Umberto. Hè? En ik ben hier voor een kritische noot, een serieuze noot, maar ook een vrolijke noot. En we hebben wat zaken op een rijtje gezet met ons Studio Team NL Research Team. En dat wilde ik eventjes met jullie allemaal delen. Een Olympisch journaal van bizarre gebeurtenissen en feitjes. Daar gaan we. Gecontroleerde afvalbranden komen vaker voor in Brazilië. Gisteren ging het echter mis door de harde wind. Harde wind, we hebben stilgestaan op het strand zonder wind. Ja. Door de harde wind gisteren werd dit echter letterlijk een lopend vuurtje richting het mountainbikecircuit en de hockeyvelden in de buurt. Momenteel wordt onderzocht of er alsnog überhaupt gesport kan worden. Dan, door waarschijnlijk diezelfde hoge wind, is gisteren een televisiecamera in het Olympisch Park gevallen. Op twee vrouwen namelijk. Het lijkt erop dat de twee vrouwen alleen gewond zijn geraakt. Het is een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. Hoe het met de camera gaat, is onbekend. Het Amerikaanse basketbalteam, waar Anne-Greet het zo meteen over had, of zojuist over had. Het Amerikaanse basketbalteam maakte wel een hele ongelukkige fout. Na een dag hard trainen wilden zij een wellnesscentrum bezoeken en gingen daarom naar de Termas Monte Carlo Spa in Rio. Deze spa is alleen niet wat het lijkt, aangezien het een van de meest beruchte bordelen van de regio is. Het Amerikaanse team claimt dat ze van niks wisten en dat ze meteen zijn weggegaan. De volleyballers zijn door ondertussen. Zo. Wow. Knap hoor. Ze zijn door. Ongelooflijk knap. Halve finale. Ook de handbal halve finale, volleybal halve finale. Ongelooflijk. Super. En weer de vrouwen echt trouwens. Echt top. Maar ga door. Ja, ik wilde afsluiten met aangeven dat het voor de Amerikaanse basketballers dus geen happy ending was deze keer. Dan, de Olympische sporters hoeven zich tussen de wedstrijden door niet te vervelen in het Olympisch dorp. De datingapp Tinder draait overuren. Het aantal matches in het Olympisch dorp is in de afgelopen dagen verdrievoudigd, liet Tinder weten. Kortom, Olympische sporters tinderen zich suf. Dan, de Franse schermer Enzo Lefort liet midden in de wedstrijd zijn telefoon uit zijn broek vallen. Gewoon tijdens het schermen van zijn iPhone op de grond. Hij bleef rustig en gaf deze meteen weg aan een omstaander. Je zou maar net een Tinder-match mislopen trouwens. Dat het Olympisch water deze Spelen bijzonder is, dat wisten we ook al. Maar de Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte is daar nu ook achter. Hij heeft voor de Spelen zijn haar geblondeerd, à la Leo Messi. Echter, toen hij zijn badmuts afdeed, bleek dat door al het chloor in het water zijn haar helemaal groen te zijn geworden. En tot slot, Umberto, hier kan jij wel van smullen. De professionele organisatie van het Olympisch Stadion was haar sleutels kwijtgeraakt. Kortom, de organisatie heeft met een betonschaar het hek moeten openbreken om überhaupt iedereen in het Olympisch Stadion te laten komen. Echt gebeurd. En zo is er iedere dag wat te beleven in Rio de Janeiro. Camille Eurlings, lid van het IOC. Moeten we een aantal van deze verhalen, die zullen je overal tegenkomen natuurlijk. Dat zijn eenmaal de Olympische Spelen. Maar het verhaal van het water en het hek, daarvan denk je toch meteen aan de koppeling Rio de Janeiro. Althans, ik denk dat meteen. Ja, we zitten in Zuid-Amerika. We waren, denk ik, zowat met z'n allen blij toen 7 jaar geleden die keuze werd gemaakt. Want Zuid-Amerika is een sportland vol met sportpassie. Dus waarom zouden hier nooit Spelen georganiseerd kunnen worden? Eens. Ik ken nog de tranen van de president. Die man was aan het huilen. Zo dankbaar dat het deze kant op kwam. Nou, ik vind het geweldig hier. De mensen zijn gepassioneerd. Het publiek is gepassioneerd. De beelden op televisie zijn volgens mij fantastisch. Onze prestaties zijn geweldig. Heel goed. Echt top. En wat je daarbij krijgt is een beetje dat improviseren op zijn Braziliaans. Wij hadden 2 weken voordat de Spelen begonnen, laten we zeggen een weekje voordat de atleten aankwamen, heel veel problemen in het Olympisch dorp. Ik heb daar veel contact met de chef de mission over gehad. We hebben gedrukt aan alle kanten. Nou, uiteindelijk werken de Brazilianen dan dag en nacht en komt het net op tijd klaar. Nou, als wij naar Tokio gaan, zul je andere dingen zien. Een van de kwaliteiten van Tokio is dat men dat helemaal plant. En dan zal dat waarschijnlijk 3 maanden van tevoren klaar zijn. Nou, dat is een beetje wat je hier ziet. Maar al met al vind ik het geweldige Spelen. En als je een beetje de problemen met een glimlach tegemoet kunt treden, de mensen zijn vriendelijk hier, dan is er allemaal overeen te komen. Kijk, en natuurlijk, je hebt gelijk, je hebt met Zuid-Amerika te maken, dus heb je op dat vlak een bepaald verwachtingspatroon, maar tegelijkertijd heb je ook met de Olympische Spelen te maken en dan wil je dat alles van Olympische allure en Olympisch niveau Absoluut. Is. En dat is niet helemaal zo. Kijk, goed voorbeeld vandaag met Ferry, en misschien kan het ook bij andere wateren gebeuren, maar het duurt wel heel lang voor iets wat heel duidelijk is. Ja, maar die jury is niet Braziliaans.
Dus dat is het gekke, het is gewoon een internationale jury. Dus dat was waarschijnlijk in Londen ook, had dat ook kunnen gebeuren. Of in Tokio kan dat ook. Dus ik weet niet waar het aan lag. We zeiden net inderdaad, Ferry lag ruim voor. Dus ja. Volgens mij hadden we dat allemaal direct gezien. Maar misschien wat je zelf ook zei, was het meer tussen de nummer 3 en 4 waar het onduidelijk was. Ja. Dat men daar zo lang heeft gewacht. Ja, en je moet een onderscheid maken, Umberto, denk ik. Hè, tussen de dingen die wij meemaken. Ja. Kijk, ja. Ik vind persoonlijk dat zaken als voeding in het Olympisch dorp, de faciliteiten daar, ja, die moeten gewoon 300% zijn. Dat mag totaal niet misgaan. Maar ja, dat we hier te maken hebben inderdaad met het verkeer op een bepaalde manier. Of de Braziliaanse. Daarin herken ik wel wat jij zegt, Camille. Van dat je dat ook schouderophalend en met een glimlach moet kunnen benaderen. Want het heeft ook wel weer iets moois, hè? De manier waarop dat gaat hier allemaal. Dat maakt de Spelen ook weer mooi, hè? Die andere cultuur die je leert kennen, een ander land, een andere aanpak. Dus, mag ik er nog één ding over zeggen? Ik heb Braziliaanse familie. Ja. En via mijn familie word ik vaak op de hoogte gehouden hoe moeilijk het met dit land gegaan is de laatste jaren. Hier in Rio de Janeiro zijn de gaarkeukens, waar de armste mensen zowat voor niks kunnen eten, zijn een maand geleden gesloten. Men had geen geld meer voor deze armenvoorziening. Dat is echt heel heftig. Nou, als je dan ziet hoe het gaat en je bekijkt het door die bril, dan denk ik dat we het best echt hele mooie Spelen kunnen vinden. En ik vond de openingsceremonie, die mega veel goedkoper was dan heel veel ceremonies te spelen hiervoor, vond ik gewoon mooi. Want het was puur, het was van de mensen, het was gepassioneerd, het was Brazilië. En ik denk dat iedereen daarvan genoten heeft, hoe eenvoudig het ook qua opzet was. Ik denk wel dat als ik dit zie, en er is heel lang op gesproken, en ik weet niet hoe jullie erover denken, dan denk ik wel meteen, nou ja, als het in een land als Brazilië kan qua organisatiegraad, dan moet het in Nederland ook kunnen. Kijk, de premier heeft op dezelfde stoel gezeten als op waar jij nu zit. En die heeft gezegd, nou, ik ben voor. Ja. Alleen, de belastingbetaler mag het niet voelen. Dat moet uit het bedrijfsleven komen. En dat vind ik een hele goede lijn van de premier. Maar waar wij als Nederland ook heel veel mee kunnen. Ik heb vaak gezegd, dat Olympisch vuur van een paar jaar geleden is niet uit. Het is nu een waakvlam. En wat ik heel kansrijk vind, is dat het IOC begrepen heeft dat men echte regels moet veranderen. Want wij kunnen wel met z'n allen zeggen, waarom altijd zo groot en zo pompeus. Maar als de regels dat afdwingen, dan kun je als klein land ook niet meer mee. Dan ben je altijd aan Rusland en aan China bijna aangewezen. Aan dat soort landen die heel veel geld hebben. De regels zijn veranderd. Je hoeft het niet meer in één stad te organiseren. Je kunt het over heel veel steden heen. Nou, net iets voor een land als Nederland. We hebben veel middelgrote steden vlak bij elkaar. Als je toch met de hoge snelheidstrein, als je rijdt, van Rotterdam naar Amsterdam gaat, ben je sneller dan van de ene venue naar de andere hier. Zo dicht ligt het bij elkaar. Nou, tegelijkertijd hoeven de stadions ook niet meer zo groot te zijn. Dus je kunt ze echt maken op de size van je land, op de maat van je land. En daarmee kun je veel meer van bestaande stadions uitgaan. Dus ik denk, het is nu niet aan de orde vandaag de dag. Nee. Nu zijn we enthousiast. Maar als je mij eerlijk vraagt, ik denk dat wij een supersportland zijn. We hebben het WK Beach. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben, maar op een super manier volgens mij georganiseerd. Goedkoop. Ja. Het ging de hele wereld over. Nederland was top in beeld. Den Haag, die Hofvijver, Amsterdam, Paleis op de Dam, Rotterdam, Apeldoorn. 20 miljoen Brazilianen. Zagen het live op televisie. Wat een PR. En het heeft helemaal niet veel gekost. Het was gewoon creatief. Het EK Atletiek in Amsterdam. Nou, ik heb daar veel buitenlandse collega's naartoe gehaald. Ik zeg, kijk nu. Dit is zoals wij het in Nederland doen. Niet pompeus. In dit prachtige stadion van bijna 100 jaar geleden. Van 1928. Waar die eerste vlam ooit gebrand heeft. Hij staat er nog. Hij kan zo weer aan. En de mensen waren gewoon, het was down to earth, de maar mensen waren vrolijk. Maar is wel één maar, want de belastingbetaler mag het niet betalen, maar ik denk dat als je een kansrijke positie wil laten zien in Nederland, dan moet je ook wel het eerlijke verhaal vertellen. Dan moet je ook zeggen, we willen niet zoveel investeren als overheid, maar het kost ons wel geld. Ja, want politie inzet, bewaking, noem allemaal maar op, dat komt allemaal van de overheid. Kijk, het punt is, Umberto, heel simpel gezegd, als je gewoon kijkt naar het organiseren van de Spelen, daar zijn tot nu toe alle Olympische Spelen winstgevend geweest. Je hebt namelijk inkomsten van het IOC, je hebt sponsoren. Nou, ze staan in de rij, want 4 miljard mensen kijken naar die televisie. Sponsoren staan in de rij en je hebt de kaartverkoop. Je draait altijd winst op de Spelen zelf. Waar gaat die vaak mis? Dat is dat heel veel infrastructuurinvesteringen moeten worden gedaan. Maar die zijn goed voor het land. Rio de Janeiro maakt een metro, legt een weg aan naar Barra. Maar dat is omdat men die wijk wil uitbreiden. Men had het al 30 jaar lang moeten doen. Men gebruikt de Spelen nu als katalysator. Exact. Nou, wij in Nederland, als wij het goedkoop willen doen, is dus onze uitdaging ooit om echt uit te gaan van de infrastructuur die we al hebben. Dus niet heel veel nieuw beton, niet heel veel nieuwe stadions. We hebben al zoveel. En ik ben ooit minister van Verkeer geweest. Onze wegen zijn relatief goed. Er wordt veel gebouwd nog steeds. Die plannen die worden nu uitgerold. We hebben heel veel mooie accommodaties. Zeker als je niet alleen op één stad bent aangewezen. Maar je kunt verschillende steden combineren. Nou, als je dan creatief gaat denken,
dan kun je de kosten behoorlijk drukken. En dan heb jij gelijk, op het vlak van beveiliging bijvoorbeeld, zul je altijd een uitdaging hebben. Dat moet op heel hoog niveau. Maar ja, dat denk ik wel eens creatief. Als we echt die kant op zouden gaan denken ooit, waarom zou je niet het leger inzetten? In Londen is dat toen een noodgreep geweest, ja. Want het beveiligingsbedrijf ging failliet. Nou, ik vond het schitterend om die mensen van het leger met het Olympisch embleem op de schouder te zien. Ze waren super mooi, super netjes, bedoel ik, super vriendelijk. Dat moet ik zeggen, dat is hier ook. En hier, hè? Ook. Hier moet ik zeggen, de mensen, de bewakers die het heel goed doen, dat zijn de militairen. Absoluut. Die maar ik heb wel één plan gezien en ik vraag me heel erg af of dat ook je focus hebben. Ik heb een plan gezien van de Olympische Spelen op het water in Nederland. Om Nederland als waterland te promoten, de techniek van Nederland. En met name ook om stadions en venues te bouwen die je ook weer kan afbreken of naar een volgende locatie kan verhuizen. Zou jij, want je bent IOC-lid, dus misschien doe je dat automatisch al, maar zou jij een actieve rol willen spelen? Niet zozeer alleen voor het water, maar gewoon überhaupt voor het idee van het waakvlammetje het groot te maken. Zou je daar een actieve rol in willen spelen? Kijk, ik heb altijd gezegd, ik ben geen IOC-lid om IOC-lid te zijn. Ik wil ook echt voor Nederland dingen proberen te doen. Het is nu vandaag niet aan de orde, hè, want we krijgen altijd grote krantenkop als je maar iets ervan zegt. Maar die droom, die is ja, er. Die droom, met Schippers het zegt. Schippers zegt, ja, nou, lekker goed idee. En denk je, ja, daar is gepraat. En dat, vind ik, niet. En dat vind ik mooi, want we weten dat in dit regeerakkoord stond. We gaan het zeker niet doen. Daarmee is het toen afgestopt. Het vlammetje is blijven branden en we zijn een paar jaar verder. En het enthousiasme neemt weer toe. Maar we moeten het wel, als we het ooit zouden willen, echt op een Nederlandse manier doen. Niet alleen omdat dat heel interessant is, ook voor onze innovatie. Ik bedoel, 4 miljard kijkers wereldwijd. Het is het meest populaire televisieprogramma wat je maar kunt voorstellen. Dus de mensen staan in de rij, maak er dan een Nederlands verhaal van. Maar ook als je gekozen wil worden ooit, dan moeten we toch ook aan denken. Als je in de toekomst ooit gekozen wil worden, moet het bijzonder zijn. Dan moet het niet one of the many zijn. Dan moeten de mensen die moeten kiezen echt voelen van, hey joh, dit is echt anders dan alle andere dingen. Nou, ik vond dat stadion op de Hofvijver, ik vond het fantastisch. Ja. Het kost niet veel, het is tijdelijk. En wat een PR, wat een plaatjes. Ja, ja, alleen die twee punten inderdaad. We hebben ze geschreven van jullie, want het was bijna een gouden plak geweest. Nee, maar dat was zou enig, het wel enige, niet, enige, wat, niet enige wat niet top was, wat net niet af was. Geloven jullie erin, jongens, qua Nederland Olympische Spelen? Of is het niet iets van... Moeilijk. Ja? Ja? Ja, ik denk dat het moeilijk is. Maar ik weet niet, het lijkt me prachtig als het nog een keer gebeurt, maar... Moeilijk verhaal. Ja. Ja, denk het. Wat denk jij? Het zou mooi zijn, maar ik heb absoluut geen idee wat er voor nodig is om een Olympische Spelen naar je land te halen. Ik weet wat er voor nodig is om als sporter de Olympische Spelen te halen, maar niet wat er voor nodig is om als land de Olympische Spelen binnen te halen. Dus dat is niet mijn call. In hoeverre, Camille, tot slot, want bedoel, je loopt natuurlijk met al je collega's hier rond, die kijken heel kritisch naar wat er hier gebeurt en die kijken maar ook een beetje natuurlijk naar wat er in je land gebeurt. En dan komt er vandaag zo'n gouden medaille van Ferdy. Hebben jullie daar onderling ook van, nou, best klein land, is bijna in de top 10. Absoluut. Hoe kijken ze daar? Absoluut. Ik kwam net in de lift in het hotel vanochtend vroeg Brazilianen tegen. En die zijn echt dol enthousiast. Die zeggen, zo'n klein land, zij zijn hier een continent bijna. Jullie hebben zoveel meer medailles dan wij. En het valt iedere keer op. Het was in Sochi ook het verhaal van de hele Spelen. Nou, combineer dat met het feit dat wij veel mensen uitnodigen. Je moet bouwen aan je positie internationaal. Dus wij nodigen internationale mensen uit naar Amsterdam bij zo'n EK Atletiek. Om te laten zien hoe goedkoop, hoe eenvoudig wij het kunnen. Hoe dicht bij de sport, puur. Nou, als je dat langzaam opbouwt, weet ik niet waarom het ooit niet zou kunnen. Maar dan zeg ik wel alleen maar op één manier, als we het echt eenvoudig kunnen. En als wij dus kunnen bewijzen dat na al die spelen die zo over de top zijn, met heel veel miljard en heel veel, dat wij net laten zien hoe eenvoudig het kan. En als ik nu de peiling in het IOC voel, dan denk ik dat daar de tijd wel rijp voor is. Want als wij niet die slag gaan maken de komende jaren, dan verliezen wij een behoorlijk aantal landen. En ben je dus op steeds minder landen aangewezen die de Spelen nog willen organiseren. Dus de tijd is rijp. Het is vandaag niet aan de orde, maar als je mij vraagt, is de droom er nog steeds? Absoluut. Ja, Bob. Ja, en in mijn ogen misschien nog wel de meest belangrijke valkuil is het woord communicatie. Kijk, als sportliefhebber zeg ik van, goh, liever nog vandaag dan morgen, hè, de Spelen naar Nederland. Tegelijkertijd, wij zijn ook Nederland. We hebben waarschijnlijk nog nooit zoiets groots gedaan als we hier ooit over zouden nadenken. En wij hebben natuurlijk meteen 500 anti-belangengroeperingen die weer ergens iets van vinden. Dus voordat we hiermee naar buiten treden, want daar is het in mijn ogen vorige keer ook een klein beetje op gestrand, moeten we eigenlijk zorgen dat het verhaal zo ontzettend goed onderbouwd is. Ja. En dat je met alle belangrijke stakeholders al achter de schermen een bepaalde consensus bereikt hebt. Anders krijg je op dat terrein alsnog een nekslag. Dat zou doodzonde zijn. En laten we eerlijk zijn, als je het niet goedkoop kunt doen, als het gewoon echt te veel gaat kosten, moet je ook gewoon eerlijk zijn en zeggen, het zit er gewoon niet in. Maar het is wel de moeite waard om
dat goed te bekijken. Waar ga je naartoe straks? Welke sport? Ik ga hopelijk naar Verschenen. Het ligt een beetje eraan hoe laat het nu is. Voor het volley zijn we te laat, maar we gaan zo het hele programma weer af. Okay. Tot aan het hockey aan toe. Jij en ik gaan naar Epke toe. We gaan naar Epke. We gaan naar Epke. Jullie gaan naar het vliegtuig en naar het gezinnetje. En ik wil jullie heel erg bedanken voor wat jullie gedaan. Ik heb mooie wedstrijden gezien van jullie in het volleybalstadion. Ja. Beachvolleybalstadion bij het strand, Copacabana. Dankjewel. En Christian, ik zie je snel weer. Anne-Greet Haas, dankjewel. En tegen u zeg ik Atea Manja. Tot morgen.